Vandaag gaan we het dus hebben over festivals. Meer bepaald het doorverkopen of de aankoop van tweedehands tickets. En daarover wil ik het hebben met experte Anja Tienpont. Dag Anja, welkom. Ja, we zitten volop in de start, denk ik, van de festivals. Hè. De eerste zijn Absoluut. Al achter de rug. En dan heb je die hele grote die eraan komen. Maar tickets zijn natuurlijk niet enkel voor festivals, bijvoorbeeld ook voor concerten. En we willen toch eens gaan kijken, als je nu een ticket zelf moet overkopen, of je wil er eentje aankopen op een forum of online, hoe gaat dat en zijn er risico's? Ja, absoluut. Absoluut zijn er risico's. Wij op de juridische adviesdienst hebben eigenlijk een beetje een compilatie gemaakt van de diverse problemen die er zijn. Ja. En ik denk dat het nuttig is om daar eens op in te gaan. Want absoluut. Inderdaad, afhankelijk van de manier waarop je een ticket aankoopt, een tweedehands ticket dan, kunnen er problemen ontstaan. Ja. Eerst en vooral, is het een goed idee om een ticket tweedehands te kopen? Ja en nee, maar er zijn toch wel een aantal zaken waar je zeker op moet letten. Want er zijn verschillende problemen die je kan ondervinden. Dus een van de zaken, wat we eerst misschien moeten nagaan, is of het wel wettelijk toegelaten is. Dus als we van dat punt vertrekken, kan ik zeggen ja, maar ook daar zijn er voorwaarden aan verbonden. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is in die zin. In België is het doorverkoop van een ticket enkel toegestaan als het occasioneel is en als er geen winstbejag is. Ja, dus je mag het niet structureel tickets beginnen opkopen met het oog op nee, ze dan daarna terug... Nee, dat is dan een handeltje opzetten, zoals uiteraard, dat heet. En dat mag niet. Dus het is ook heel belangrijk om te weten dat de prijs van het ticket niet mag afwijken van de prijs die de organisatie heeft vooropgesteld. Dus een ticket kost, laat ik zeggen, 50 mm-hmm. euro. Mm-hmm. Je mag dat niet gaan doorverkopen aan een meerprijs. Wat we wel zien, dus je hebt twee types om tweedehands tickets aan te kopen. Je kan dus wat wij noemen de klassieke kanalen opgaan, dus mond-tot-mond reclame via Facebook of zo. Mm-hmm. Maar er bestaan ook doorverkoopplatforms. Ja. Nu, die platforms, daar mag wel een kleine vergoeding gevraagd worden voor het gebruik van het platform. Zowel aan de koper als aan de verkoper. Dat kan dus wel. Mm-hmm. Nu, de meest voor de hand liggende reden om dat te doen, hè, om een ticket te verkopen, is je kan zelf niet meer gaan. Maar ook uiteraard aankopen omdat je niet anders kan, omdat iets uitverkocht is. Ja, dat kan inderdaad. Maar je moet er zich wel van bewust zijn dat er een heleboel problemen kunnen ontstaan. Ja. En als ik dan even kijk naar wat wij als problemen binnengekregen hebben, waarvoor de leden ons gecontacteerd hebben, kan ik die terugbrengen naar eigenlijk drie grote zaken. Mm-hmm. De eerste, een ticket. Je komt aan de kassa, je laat het scannen en het blijkt al gebruikt te zijn. Oei. Dus de toegang wordt je ontzegd. Dus iemand is met hetzelfde ticket al eerder die dag binnengekomen. Ja, ja. En dan toch nog proberen doorverkopen. Twee, je ontvangt een ticket en dat blijkt helemaal niet overeen te komen met wat je dacht te zullen kopen. Bijvoorbeeld een concert, je denkt dat je vooraan zal zitten, blijkt dat je helemaal achteraan, balkon, god weet waar zit. Dus ja, op dat moment voel je je ook bedrogen. En als je dat tegenkomt, moet je onmiddellijk eigenlijk checken en eventueel al terug contact opnemen met de verkoper. En een derde probleem dat opduikt, stel dat door omstandigheden het festival of het evenement toch gedeeltelijk of volledig wordt geannuleerd, dan zullen de kosten terugbetaald worden aan de oorspronkelijke koper. Ah ja, natuurlijk. Want het festival weet niet beter en denkt dus nog steeds inderdaad, dat die persoon gaat komen. Inderdaad. Dus dan heeft hij twee keer, als die dan zo eerlijk is om dat door te storten, maar dat moet je al rekenen op veel eerlijkheid, denk ik aan. Inderdaad. En het grootste risico, ik heb het al gehad over het feit, is een ticket legaal of niet. Dus ik wil herhalen, als er iemand zo een handeltje opzet waar dat je dus van merkt van oh, die heeft hier ik weet niet hoeveel tickets te kopen. Ik heb het niet over een groep van 10 vrienden, maar ik heb het hier over echt een handeltje of systematisch dezelfde personen die opduiken. Of je hebt meer betaald voor je ticket. De organisatie kan dat dus annuleren. En dus het is niet geldig. Ja. Dus, want er zijn een aantal platformen. Ik denk dan aan Ticketswap. Hè? Ja, dat is inderdaad een van de meest bekende, denk ik, waar je tickets kan kopen en verkopen. Maar in hoeverre komt zo'n platform ook tussen bij problemen? Wel, dat hangt ervan af. Ik zal misschien starten bij het feit van, stel dat ik een tweedehands ticket wil kopen. Ja.
Als ik van daaruit zou vertrekken, dan heb je twee mogelijkheden. Het makkelijkste is eerst gaan kijken bij de organisatie zelf. Want er zijn organisaties die zelf zorgen voor de doorverkoop van tickets. Die okay. Dus ook ticket... al is het in alle kranten gekomen, het is uitverkocht toch ja. Eens gaan kijken op de site. Ja, van... of als zij het zelf niet doen, werken zij soms samen met officiële partners. Mm-hmm. En je zei het al, ticketswap via GoGo. En als je dan op die manier via de organisatie je ticket kan gaan aankopen, is het wel een stuk veiliger. Beschermder. Waarom? Ja, beschermder. Want eigenlijk is het bijna zoals je zelf een ticket zou aangekocht hebben. Mm-hmm. Want zij zullen het eerste ticket annuleren, misschien op jouw naam gaan zetten dan. Wordt er geannuleerd, de terugbetaling komt naar jou. Mm. En de prijs, zeker de prijs. Ja. Ze gaan geen meer prijs gaan vragen. Misschien wel weer die kosten van het platform, maar je zal de prijs betalen zoals een ieder ander die dat gekocht heeft. Nu, stel dat je toch niet, dat die organisatie dat niet organiseert, ja, dan moet je de particuliere markt opgaan. Nu, de eerste tip is, ga toch maar kijken op die platforms, op die bekende platforms. Ja. Nadeel daaraan is, ja, we blijven internet. Er kunnen daar nog altijd malfide personen ook daarop zeggen dat zij een ticket te koop willen aanbieden. Dat helaas zal altijd iets zijn zolang er online verkopen plaatsvinden. Dus die oplichting, dat is iets waar je altijd moet op beducht zijn. Een tweede zaak is, controleer de prijs. Als je al ziet dat daar een ticket op staat die afwijkt van de prijs... Zeker geen goed plan. En zoals ik daar juist al zei, stel dat je dan toch een ticket krijgt en je ziet dat dat niet overeenkomt met bijvoorbeeld de plaatsen of de dag dat je gereserveerd hebt of zelfs de plaats waar het concert of zo plaatsvindt, protesteer dat onmiddellijk. Mm-hmm. Maar goed, dan is misschien het kalf al verdronken natuurlijk. Hè. Ja, dat is eigenlijk een beetje de zaken waar je kan op letten. En dan blijft de vraag, wat kan je doen? Hè? Ja. Ja, wat kan je inderdaad doen als je dan een probleem hebt? Ik weet ook niet, bij Ticketswap, ik heb het zelf nog nooit gebruikt, of een verkoper daar eigenlijk vrij anoniem op kan bewegen? Is dat met pseudoniemen enzovoort? Of moet iemand toch echt wel met naam en toenaam daarop staan? Ik heb het zelf ook nog niet gebruikt, maar het is niet zo dat je daar weet dat dat Anja uit Huppel de Pup is. Dat dacht nee, dat niet. Maar het platform weet wel wie erachter zit. Ja. Dus... misschien ga ik even teruggaan naar dat eerste probleem. Hè, want ja, afhankelijk van het probleem zijn er oplossingen. Het eerste probleem, stel dat je inderdaad tegenkomt dat je ticket al eens gescand is. En je staat daar. En je staat daar. Ja. Dat ontdek je pas aan de deur. Hè? Binnen zal je helaas niet meer geraken. Nee. Maar je kan wel aan de organisatie zoveel mogelijk bewijs vragen. Okay. Dat is wel belangrijk. Je vraagt hen per e-mail te bevestigen dat dat ticket al gescand is, dat jij je hebt aangeboden op dat moment. Dus eigenlijk een vorm van een klein beetje dossiertje maken? Ja, een soort dossiertje. Dus altijd een goed plan als er iets misgaat om zoveel mogelijk bewijs bij te houden. En bij voorkeur dus geschreven per e-mail. Want we hebben gemerkt dat nadien als daar iemand via de platformen over kloeg, er al platformen zijn geweest die dan toch de moeite doen om zelf terug te betalen. En ik ga er dan vanuit dat het platform dan de moeite doet om dat geld te gaan recupereren bij wie het er oorspronkelijk heeft opgezet. Dus dat is toch wel iets wat je zeker moet doen. En die zouden dan onmiddellijk op een blacklist moeten komen, Anja. Vind ik ook. Toch? Absoluut, absoluut. Want zo'n platform werkt natuurlijk niet met rating zoals andere platforms waar iemand heel vaak op zit. Het is al een beetje verdacht als je heel vaak een ticket aanbiedt. Absoluut. Want meestal gebeurt dat maar enkele keren... Ja. Dat je niet kan? Ja, of, uiteraard. Ja, ik denk dat dat wel nuttig is om daar eens dieper op in te gaan en dat nog eens uit te spitten in welke mate die platformen zich daar kunnen tegen beschermen, inderdaad. Ja. Nu, stel een ander probleem, annulering van een event. Ja. Je hebt een tweedehands ticket. Ik heb het al gezegd, het wordt terugbetaald aan de oorspronkelijke koper. Maar daar ook zijn de bekende platforms daar heel fair in. Ze gaan proberen u toch in contact te brengen met de oorspronkelijke koper. We hebben zo al gevallen gezien. Ja, die kan nog altijd weigeren, maar je kan dan wel bij het platform nog de identiteit opvragen en toch zelf nog proberen stappen nemen. En last but not least, is het uiteindelijk helemaal niet gelukt? Zit je vast of heb je vragen hierover?
ja, dan is testaankoper, kan je ons contacteren voor advies. Testaankoop is uiteraard altijd voor al uw issues, dat is zo, voilà, dat weten we. Voilà. Nee, Anja, dank je wel om hier eventjes een beetje meer over te komen vertellen. En hopelijk komen de mensen dat toch niet tegen. Ga je tegen, zelf eens naar een festival deze zomer? Ik ga starten met de Gentse feesten. Ah, dat is een goeie. Absoluut. Goeie antwoord. Al om dat heen. Oké, misschien zie ik u daar. Ja. Merci, Anja. Dank je. Dag. Dag.